De positieve evolutie in het hoger onderwijs en het ASO is er. Maar ondertussen is de markt ook veranderd en is de vraag naar stemberoepen en stemdiploma's toegenomen. Dus de kloof is nog altijd even groot. Maar dan zit je met het specifieke probleem van het TSO en het BSO, technisch en het beroepsonderwijs. In het TSO is het niveau gehandhaafd, is het aantal gehandhaafd. En de roep die er was van het ASO probeert onze industriële wetenschappers af te snoepen, dat is niet waar. Het aantal studenten in de richting industriële wetenschappen neemt toe. Maar er is en er blijft een probleem. En dat heeft te maken met twee dingen, denk ik. Dat is het feit dat al die beroepen nog altijd een negatief imago hebben, omdat die vaak geassocieerd worden met arbeidersberoepen. En we hebben wel eens gezegd in het federale parlement en de sociale partners dat men het onderscheid tussen arbeiders en bedienden eindelijk ging afschaffen. 50 jaar te laat, maar goed. Ja. Maar ze zijn halverwege blijven steken. En dat zal een impact hebben op het imago van het beroepsonderwijs? Maar dat heeft natuurlijk impact op het imago van die opleidingen die daartoe leiden. En dan het tweede gegeven is dat het stigma dat vaak weekt op BSO-opleidingen en op TSO-opleidingen binnen de schoolse context hadden we kunnen wegnemen door duidelijk te kiezen voor domeinscholen. Dit wil zeggen scholen waar technologische, wetenschappelijke, praktische, vakgebonden richtingen allemaal samenkomen. En dat onderscheid, het stigma dat weegt op bepaalde van die opleidingen, dat zou weggenomen worden. Maar de Vlaamse regering heeft daar ook niet nadrukkelijk voor durven kiezen.